Voordat wij deze aflevering gaan beginnen, wil ik toch heel eventjes een speciaal bedankje geven aan Hugo, die deze fanart heeft gemaakt, speciaal voor het team wat bij mij zeg maar de modded survival doet. Je ziet dus zeg maar de Towler, je ziet mij, je ziet Dutch Gaming Nation, je ziet Team Maestro en je ziet natuurlijk onze Excella Creations. Dus zeker bedankt voor deze fanart en hopelijk ga je deze aflevering ook leuk vinden. Dus met dat, laten we maar beginnen! Wauw, dit ziet er zo gaaf uit. En ik neem hier samen op met... De Towler en... En Dutch Gaming Nation. En ook... Xela Creation. En ik zeg tegen jullie goedemiddag. Oké, ja, nou, dat hebben we ook weer gehad. Ik moet zeggen, ik vond het er gaaf uit. Offscreen hebben we dus de piramide te werk gekregen. We hebben de laatste blokjes heel eventjes erbij toegegooid. En we hebben het dichtgevuld met dirt. En nou ziet het er dus heel erg fancy uit. Ondertussen heb ik ook mijn lamp even aangedaan, want de bewolking zorgt ervoor dat het weer heel erg donker is. Zoals jullie weten bij de livestream, dat hier nogal snel kan veranderen af en toe. Dus, in deze aflevering zijn we van plan om naar die end toe te gaan. Because in the end, it doesn't even matter. Nee. Ja, wel. Dus hebben jullie allemaal Ender Eyes bij? Ik heb er maar 28. Ik heb er geen. Heb je er maar? Ik kan er wel. Dus we gaan als met een vrolijke stoet het einde tegemoet. Nou, ik hoop wel met een overwinning. Nou ja, als je een ultimate bow bij je hebt, dan is die Ender Dragon zo Kashi Weilen hoor. Oh, ik kan ook wel meedoen met mijn Eye of Ender. Ik heb er namelijk 1. Ik heb er ook 1. Good night, everybody! Oké, nou. 1. Towel farm. Ik heb het. Smiley face. En wat zit er in je farm? 1 kip. Ja. Volgen jullie wel. Oké, nou, ik ga gewoon er eentje gooien en kijken welke kant het op gaat. Welke kant gaan we op? Waar is die kant op. Waar? Waar is hij? Ik zie hem nergens. Hij is op het huis. Oh, ik ga mijn huis in. Hij is hier op het dak. Oh, dadelijk zit hij onder je huis. Ik lag maar hij is helemaal. Hij is hierin. Ik heb hem opgepakt. Ja, geef! Hij is van mij! Oh. Ik wil ook niet. Ik heb geen eten. Nee, ik gooi gewoon de volgende. Oké, dus we moeten richting... Pas wel op, hè. Hij kan boom doen. Zoals die. Ah, zonde. Dus daarom moet je die kant op lopen en dan heel... Ja, ik weet hoe het werkt. Je hoeft me dat niet uit te leggen. Ik ben geen noob, zoals iemand die niet op komt dagen. Werkt. Team Maestro komt niet op dagen en die vraagt nog steeds zo graag hoe dat je cobblestone maakt. Maar goed, we moeten dus zeg maar naar het... Die blijven hangen op aflevering 1. Ja, we moeten dus zeg maar naar het zuidwesten. Zuidwest. Ja. Noordoost-zuidwest. Dus we houden gewoon even het zuidwesten aan, dan lopen we even een flinke afstand naartoe en dan gaan we kijken of we ver genoeg zijn gelopen. Hou gewoon even. Het is vandaag ook bewolkt in Minecraft zo te zien. Gezellig. Leuk, Jos, vaak. Oké, ik ga er gewoon weer eentje gooien. Ja, nog steeds. Lucky blok. Don't you dare to explode. Nope, er zit een hartcontainer in. Guido? Ja? Waar ben je? Ik moest omlopen, want ik kan niet zo hoog springen als jullie. Munt. Even je kunt toch graven? Waar zijn jullie heen gelopen trouwens? Zuidwest! Zuidwest, Noordoost, Zuid, daar. Okay, Noordoost, Zuid. Moet dat even hebben. Je hebt die dingen toch zelf? Misschien dat je dan. Je hebt toch ook zo'n minimapje? Ah, nee. Oh nee. Oh ja. Yeah. Ja, ik heb nou een wadder, zo'n waterdraak ding achter me aan zitten. Hij gaat een beetje meer naar het oosten nou. Hij is op te gaan. Ik heb nooit geluk met die krengen. Dus nou zie ik niet waar ik loop. Oké. Dan moet je ogen open doen. Ja, mijn ogen zijn open. Dan zie je waar je loopt. Oh, wacht, naar het oosten. Ah, oh, nou loop ik naar de andere kant. Zie, dat bedoel ik. Nou, eigenlijk het oosten. Het is het zuidoosten. Het zuidwesten, sorry, mijn fout. Ha! We geven anders eigenlijk wel de coördinaten door. Nou, ik... En je munt. Geen kop. Waar is hij heen? Hi. Niet meer. Ik gooi er net weer eentje, maar volgens mij gaat hij niet meer richting het zuiden. Ik let even op jou. Ik gooi eens. Hij gaat die kant op. Oh, dan zijn we er voorbij gelopen. Oh, huh? Waar is hij voor mij gebleven? Dus dan moeten we weer ietsje terug. Oh, jee. Yep. Oh, nou zit hij bij de boom.
Nou, ik heb voor mij de boom en ik heb er 12 nodig, geloof ik. Hij zit zo in de boom. Ja, je hebt er 12 nodig. Zal ik hem even oppakken? Ja, pak de geheim nou maar op. Wil je hem hebben? Ja, ik ga nou heel eventjes, omdat we er nou op ongeluk voorbij zijn gelopen. Don't you dare to explode. Dank je. Je hoeft niet ze allemaal op te pakken, hè? Gaat hij ze voor mijn neus op zitten te pakken, hè? Die. Ik heb er één. Oh, hij gaat de grond in hier al. Nee, hij is hier. Hoi, ben ik laat? Ja, je bent heel erg laat! Hey! Sorry. Oh, hij gaat hier de grond in. Hey, hier. Diggy! Oh, ik. Let me dick. Hoort recht naar beneden, mijn. Dus wat was je excuus deze keer? Vertel het maar eens aan de kijkertjes. Onverwachte visite. Nee. Oeps. Spring. Ik graaf gewoon. Dead hole! Goed zo. Ik bedoel, ik kan toch geen fall damage nemen, dus. Ik ook niet. Ah! Ik wil. Oh, zoveel verschillende lagen. Schep, pickaxe. Oh, hier. Ja, ik ben erin. Oh. Silverfish! Silverfish! Oké, dus we zijn er. En dan is hij hier al waarschijnlijk. Oh, een chest. Die is van mij! Van mij! Nee. Alles wat erin zit is van mij. 2 pieces of hearts. Ah. Oh, het is hier nogal donkerder. Ik heb hier een deur zonder knop. Weet je wat je daarmee doet? Openmaken. Hé, kijk, spawner! Au! Ik weet wat. Oh, dit is gewoon een normale dungeon. Jongens. Het regent. Wauw! Wauw. Ik heb de spullen. Het onweert. Nou, dan blijf jij maar eventjes bij bezig en als er een tornado komt, dan horen we weer van eigenlijk wel gillen. Want wij zitten in de. Wij zijn richting die end. Wij zitten in een. Hoe heet zo'n ding ook alweer? Heet die ook alweer die dingen? Oh, Nether Fortress of zo? Mineshaft. Nee. Mineshaft, dat is zo'n abandoned mineshaft ding. Oh ja. We zitten in zo'n. Max! Help me nou! Een stronghold! Ja. Maar er zit hier inderdaad ook een mineshaft bij. Aha. Wat? Hé, kijk nou! Heel veel iron en ik zie helemaal niks. Misschien was het handig geweest om toortjes mee te nemen. Ik word hier in de fik gestoken door iets. Waar ben je? Ik zie niet eens waar jullie zijn. Ik zie nog niet eens waar ik ben en wat ik ben. Ik zie alleen maar mijn mond. Je zit alleen maar in mijn gezicht. Waar ben ik? Heb je toortjes? Nee. Crap. Ik sta hier bij de Hallo! Nou ja, ik heb dirt. Laat ik de dirt er maar gebruiken om weer terug naar boven te klimmen. Muis reageren is wat beter. Ik echt serieus binnenkort weer een gedraden muis halen. Ik vind draadloos niks. Het is een hele fancy muis, maar. Nou, snippet! Weet je wat ik eerst ga doen? Kool zoeken. Heel even wat kool. Niet. Oké, nou, ik zit nou weer hier. Waar is die stronghold? Even kijken. Ergens. Sorry voor de duisternis, jongens. Maar ik heb ook geen toortjes bij me. De wraak van de duisternis. Ja, ik had een zaklamp wat mee mogen nemen. Ja, dat zou eigenlijk best wel grappig zijn, een zaklamp in Minecraft. Is er al. Ik wist al, wanneer komt Alex weer met zijn gezeik? Hey, duurde weer te lang. Hey, kijk, een kist. Met 3 hardcontainers. Of ja, pieces of hard. Ik ben nou verdwaald in die mineshaft. Ja, ik ook. Ja, ik weet, ik loop achter je. In dat mineshaften. Hey, emeralds! Die zijn handig voor minebay. Heb jij wat hout of sticks? Hout kunnen we hier wel vandaan halen. We kunnen halen. Even het licht-issue even fixen, sowieso. Je hebt hier hout overal, je zit in een abandoned mineshaft. Ja, ik heb eigenlijk geen... Ik ga even één pearl gooien, want dan kan ik zien waar ik een beetje in moet. Ik ben er helemaal klaar mee met die stomme, slechte zeikontvangst van mijn muis af en toe. Ubisoft, zo'n onzin. Een klein beetje torch. Oh, ja, je hebt een klein beetje torch? Ja, waar is de band in mineshaft heen? Of die stronghold. Ik ben de stronghold kwijt. Ja, die ben ik ook kwijt. Hey, weer een kistje. Pumpkin seeds! Steven, hou je open de missie. Hé, wat? Ik ben hier. Auw. Op bij de missie houden. Ja, dat wil ik ook. Maar ik ben de stronghold aan het zoeken. Oh, hier hebben we een ravijn. Serieus, echt elke ding... Oh, ik zie hem al. Daar zit de stronghold. Wat ga je doen? Een brug daar naartoe bouwen. Als mijn muis wil reageren, dat is. Wil ik het even doen? Oh, kijk. Wat? Ah! Nee! Stefan!
Ik leef nog. Oh. Ik kan geen fall damage nemen, weet je nog? Ik weet al waar die is. Ja, heel erg leuk. Wij zitten hier in de stress. Ik geef jullie zo meteen de coördinaten. Help! Bij. Help! Help! Help Save mij! Save me! Ik ben weer bijna bij de stronghold. Oh, Ja, maar ik heb denk de plek. Ja, dus wat wil je nou? Een koekje? Ja. En die krijg je niet, want wij hebben nog steeds recht op een koekje van jou. Klopt. Klopt, helemaal. Founded, willen jullie de coördinaten hebben? Ja, Founded, ik wil graag dat je gewoon even zegt wat hier is! Sorry. Oké, op de map. Ja? Op de map, ja. Min 641. Deze kant. Plus 430. Min 641? Min 641. Min 641 plus 430. Even kijken, ik zit nu al op de... Oh, ik ga de verkeerde kant op. Even kijken, dat is deze kant op. Zo, en dan zie ik min... Oh, ik zie jou al op de radar. Ik sla mijn eigen weg hier gewoon doorheen. Ik zie jou op de radar, ik zie jou op de radar. Ik loop naar je toe. Alleen mijn muis die hapert. Wat is jouw muis dan? Nee. Zo'n draadloze bullshit muis. Hey! Waarom zitten hier zoveel gaten? Omdat het kan. Oh mijn god. We willen gewoon naar de end. Want in de rest... Dat hier is die. Ja, ik probeer er te komen. Meneertje, hier is die. Meneertje, hier is die. Dat is ook mijn naam. Ik ben echt... Juppie! Ik ben er bijna. Zal ik even het lava even afsluiten? Nee joh. Ik neem een beetje lava mee, misschien is dat wel handig voor thuis. Nee, krijg ik nou heb wat. De spanner ook kapot gemaakt. De spanner moet je niet kapot maken! Waarom niet? Oh wacht, ik dacht dat je de... Sorry, mijn fout. Maakt niet uit. We gaan alles vullen. Zo. Dutch Gaming Nation. Vind je dat goed? Ja. Ja. De laatste dat we het nou niet erin doen, hè? Ben je er ook bij? Ik sta... Ready? It's a goof. YOLO WATPO! Hey! The end? Vraagteken. It says. Hey, pas op. Achter jullie. Wat? 3, 2, 1. Ja! Wow, oké. Rust aan! Paniek! Waar is die draak? Waar is die draak? Dragon, Dragon Ball. Dragon Ball Z. Oh, daar is hij, daar is hij, daar is hij. Ik schiet hem wel. Yeah. Kill it with fire. Serieus, wat een uitdaging. Kill it with fire. Ik ben het zo leuk, jongens. Waarom lopen hier mieren? Wat dan? Het is een andere dimensie. Waarom lopen hier? Die mogen hier niet. Give me the final shot. Ja, ik heb de final shot. Iedereen bedankt voor het kijken voor deze serie. Grapje. Nee, nee. The King is het einde van deze serie. Sorry. Zoveel XP! Van mij, helemaal van mij. Alles is van mij. Los! Ik stuur die Enders sukkels wel op je af. Ik heb XP gewonnen. Laten we het ei pakken. Nou, pak jij dat ei dan maar. Dan gaan wij heel eventjes de credits eventjes skippen. Nee, wacht even, wacht even, wacht even. We doen dit samen. Oké, ik ben heb er nog niet in. Heb jij een torch of iets bij? Waarom moet ik een torch? Nou, je kan één keer slaan. Dan komt hij ergens. Hier. Nou, en als we een torch plaatsen... Kijk, we hakken dit weg. Niet recht de muisknop op klikken. Als we hier een torch onder plaatsen, hebben we hem. Nou, pak hem dan. Ja, ik heb geen torch. Ik heb een torch. Waarom ik heb er ook één. Ik ben het ei. Ik ben nou letterlijk en figuurlijk gedegradeerd tot ei. Nee, hieronder. Onder het ei. Precies eronder. Ja, goed zo. Kijk, opletten. 3, 2, 1. Hoppa! Slim gedaan. Nou, kunnen we erin gaan duiken? Ja, we gaan met z'n allen induiken. Wat leuk! 3! Allemaal aan kant, allemaal aan kant. Dat is leuk. 3. Oh, moet ik echt... Oké. Okay. Ja. Oh, oeps. Doei! Ja, maar. Nou, dit is dus oorspronkelijk het einde van Minecraft, wat je normaal gesproken ook bij Vanilla Minecraft zit. Minecraft, Specs Pure Craft, keer 64. Wat leuk. En dit gaat zo langzaam, je kunt op spatie drukken om te skippen, maar ik wil jullie toch een beetje laten zien. Dat er dus zeg maar wel een soort van creditlijn in Minecraft zit.
serieus? I see the player you mean. Zelda player 20? En dat gaat zo lekker langzaam. Het lijkt wel Mega Man 5. Yes, take care. It has reached a higher level now. It can read our thoughts. That doesn't matter. Ja, veel plezier daar. It thinks we are part of the game. Oké, dit wordt heel erg creepy. Spatie, spatie, stop, stop, escape. Dank je. Hé, het regent. Het regent. Zeker. Oh mijn god, ik heb een creepy minion en hij is rood. Wat lief. Oh nee, niet meer. Hoi. Hoi, Mish. Schattig, je doet een beetje meer denken aan die ene van de toner. Ja, maar jij bent niet zo gemeen, hè. Nee, jij bent een lieve creepertje, toch? Jij bent een lieve creepertje. Hij is bij mij gewoon goed. Ja, jij bent een lieve creepertje. Ben je wel mijn creepertje? Nee, je bent niet mijn creepertje. Dus je bent een creepy. Maar ja, je bent lief, dus je mag hier blijven staan. Je mag hier blijven staan. Ja. Ja, dat is een hele enge gemene vent. Ja. 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 Dus je hoort het, je bent eng. Je bent zo cute. Ah, Tauletje doet hier niet denken aan het beestje wat je miste toen eventjes voor 5 seconden. Ja. Nee. Hey, jullie zijn terug. Wie? Aan wie moet ik me denken? Je weet wel. Dat beest. En nee, er komt geen flashback. Ik kan het me kijken. Ik kan het me niet herinneren. Ik zal eens eventjes kijken of er inderdaad iets op tv is wat betreft... Oké, nou, het netwerk ligt er al uit. Dus waarschijnlijk een tactische sirene af. En heeft iedereen weer lol over een tornado. Yay! Of is dat weer droog? Nee. Nee. Ik ga gewoon boven op dat ding staan. Ik ga gewoon boven op de sirenepost staan. Ik heb een mooi uitzicht. Ik wil een toren eigenlijk wel gaan maken, zo'n verkeerstoren. Waarom niet? Zo weer verkeerstoren. Oh, wat is dit leuk. Ik kan inzoomen op alles. Zoals inzoomen op jou. Waar ben je? Ik sta boven op de sirene. Oh ja, ik zie je daar. Zal ik eens eventjes met TNT beginnen? Nee, 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 nee. Je weet dat ik heel erg handig ben met TNT. Weet je nog, Tauler? Iets wat wel een flashback waardig is, ook al was het gisteren. Nee! Mag ik even een flashback? Nee. Wat is waar? What the fuck? Ah, nee, wat is dit? Wat is dit? Wat heb je gedaan? Ik vind het nog steeds leuk om te zien. Ik kan er niks aan doen. Moest dat nou, appelmoes? Ja, dat moes. Appelmoes. Dus, hebben we nog iets te melden naar de kijkertjes? Want ja, morgen begint mijn nieuwe Let's Play. Ja, daar heb ik zeker nog wat over te zeggen. Geen hints geven, hè? Geen hints. Dus ook niet wat je in de reacties daar neer had gezet niet doen, want ik had het de vorige keer al makkelijker gemaakt. Dus nu is echt het alleen maar met 2 letters in het alfabet. HD. It's in HD! It's in HD! It's XD! XD. Pam pada, pada da 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 da. Screw it, het is morgen. Ondertussen zal het waarschijnlijk al in mijn beschrijving staan. Momenteel bezig met. Hey, het is gestopt of niet? Nee. Nee, het is nog steeds bezig. Is het een liedje van Ocarina of Time? Nou, als je aan het stelen bent. Het is gestopt. Oké, we staan veilig. Zullen we even starten? Jongen, ja. Als jij achter een kraken aan wil gaan, ik wens je veel plezier. Ik ga naar de desert en ik ga op zoek naar een scorpion. Een emperor scorpion. Ik bedoel, we hebben nog iets van 10 minuten, dus waarom ook niet? Pro de der. Oh ja, ben jij ook zo pro de der? Ik ben echt pro de der. Pro de derp. Ik ben pro de der dan jou. Der. Ja, met Mario Kart 8 zeker. Hey! Zijn die ondertussen al geüpload of wanneer worden die geüpload? Welke? Oh ja, dit weekend, hè? Elk weekend Mario Kart 8. Oh, dus dan is het nou al geüpload? Ja, natuurlijk is dat ook. Oh, sorry. Ja, want het is vandaag zondag. Ja, het is vandaag zondag. De laatste keer dat ik keek was het
Vrijdag. Weet je, met iemand met het IQ die nog niet eens weet hoe dat je cobblestone moet maken, snap ik wel dat hij dat inderdaad zo neer gaat zetten. Het is vandaag zondag. Vandaag dus. Die fout heb ik één keer gemaakt. Ja, dat weet ik. En nou maak je weer de fout van, ja, maar volgens mij is het vandaag vrijdag. Nee, het is zondag. Ja, hij zei laatste keer dat hij keek. Het is meer zondag dan vorige week. Snap je? Laatste keer dat hij keek op de klok. Kan hij klok kijken? Nee. Die moest. Sorry, die moest. Waarom vind ik nou geen Emperor Scorpion? Dad. Omdat het kan. Weet je wat dat betekent? Volgende week, dan gaan we gewoon lekker naar de Nightmare Dimensie. Een van de lievelingsdimensie van de Towler. Hè? Je weet wel, met die hele leuke structure waar alle bazen spawnen. Oh, come on, nee. Damn, dat wordt leuk! Dat gaan we doen, dat gaan we doen, dat gaan we doen, dat gaan we doen. Ja. Gaan we nou serieus fluisteren in onze microfonen? Ja. Misschien. Het lijkt me een heel erg leuk iets om dat toch stiekem te doen. Je weet dat we je horen. Hallo beste kijkertjes. Ik ben aan het fluisteren voor jullie omdat ja, in één keer willen ze dat ik ga fluisteren, weet ik van waarom. Dus ik weet dat we je horen. Horen jullie mij dan? Ja. Echt waar? Ik hoor niks. Oh, waarom dan? Waarom horen jullie mij? Omdat we horen hebben. Zomaar? Ik snap niet waarom, maar in mijn camera zie je mij nou niet omdat ik heel erg dicht bij de microfoon zit. Oeh, jongens, scary. Wat dachten jullie ervan om de Towler een keertje Slenderman te laten doen? Ja, ik stem voor. Ja. Oh, nee. Maar er zit wel weer een counter iets op, want dan mag de Towler mij weer iets verplicht om te doen. Jongens, zeg ja. Dus als de Towler Slenderman moet gaan doen, Towletje, wat moet ik dan gaan doen? Dan mag jij dan kiezen. Oh, dat wil ik niet zo 1, 2, 3. Wel 4, 5, 6? 4, 5, 6? Nou, ik had... Oké, mag ik een suggestie doen? Ik heb zelf een bloedhekel, vind ik heel aan dat spel. Maar iemand die had dat gerequest in de games chat in één aflevering. En ik heb toen, dacht ik al bij mijn eigen keihard hard nee gezegd, omdat ik er geen liefhebber ben. Maar iemand die wou dus zeg maar tot ik SCP Containment Breach zou gaan doen. SCP? Ja. Ah, doe die maar! Wat is dat dan? Ook een horrorspel. Ja. Moet ik nou echt Slenderman doen? Ja, dan moet jij echt Slenderman gaan doen. Ja, maar ik ben echt als een dood voor horror. Oh, dat ja, was... ik ook! Dat ik niet nou, moet dat, dat wordt wat. Oké, nou weet je wat? Dat spreken we gewoon het volgende af. Het mag maar maximaal de minimale tijd zeg maar, die we ervoor in gaan steken, dat is 10 minuten. Dan is het ook niet te lang editwerk en waarschijnlijk hebben we genoeg jumpscares. En mocht SCP heeft minder snel een jumpscare, mocht er dus zeg maar bij mij nog geen jumpscare zijn geweest, dan ga ik wel wat langer door. Ik heb hier spijt van nu al. Wanneer moeten we dat hebben geüpload, Toudeltje? Ik heb geen idee. Gewoon wanneer jullie allebei tijd hebben en... Ja, ik kan wat zeggen, voor het weekend? Ja, gewoon tot we het ergens deze door de weekse week even ergens opnemen. Oké, voor volgend weekend. Ja, gewoon... Voor volgend weekend, dat we het als volgend weekend bonusaflevering maken. Dus het is zeg maar dus volgend weekend. Dus zaterdag of zondag moeten we even kijken. Dat ja, is wel leuk. Goed, ik ben al gelijk hier gezellig bij de Wall of Awesome Comments. Nou, wat awesome zeg. Ja. De awesome heet staat awesome vanaf. Kijkertjes. Oh, we hebben awesome kijkertjes. Zijn er gemeen hè, tegen jullie? Horen jullie dat nou? We hebben het over jullie. Ik zeg Wall of Awesome Comments van de Awesome Kijkertjes. Nou, awesome. Yeah. Wat een liefde. Sorry. In ieder geval, de comment die was van Robinske. Robinski, sorry. Robinski. En ik ben aan het typen in het verkeerde venstertje. Dat gaat al goed. Even kijken. Dat moet ik hier doen. Robinski... Vlogs, om precies te zijn. En die had neergezet op aflevering 20. Altijd weer. Is Kortjakje ziek? Die rode mieren. Oké, nou. Ja, leuk. Dat is de comment die gewind heeft vandaag. Dus. Ik heb een pijl. Nee.
Nee. Super top. Nee. Ik sla jou met een pijl. Waarom? Ik heb daar zin in. Dus in de volgende aflevering hopen we dan dus... dat is volgende week. Richting de Nightmare Dimension te gaan. Natuurlijk hebben we dus zeg maar een Slenderman Special / SCP Containment Breach. Wil ik alvast eventjes een waarschuwing geven voor de jongere kijkers. Pas op, het is een horrorspel. Er kan voor geschokt worden. Waarschijnlijk komt er nog een waarschuwing voordat we die, voordat je de aflevering kijkt, weet ik het allemaal nog meer. Dus dat gaat er ook nog zeker komen. Morgen gaat een nieuwe Let's Play van start in HD! Ik dank jullie allemaal voor het kijken. Laat een like achter als je natuurlijk tijd hebt. Wil je op de Wall of Awesome comments komen op het nieuwe gebied? Want er wordt een nieuw gebied dadelijk gemaakt. Speciaal voor de Wall, omdat we geen ruimte meer hebben. Dus we moeten weer extra ruimte gaan maken. Wil je daar ook op komen? Laat een reactie achter wat je leukste momentje was. Of wat je ook te melden hebt. Of wat je op die commentlijst zou willen zetten. En doe me een lol. Ga niet gaan kijken wie de langste comments heeft. Want inderdaad, dat kan niet. Ik ben echt blij dat de randomizer daar niet is opgekomen. Want dan zat ik echt van, oh mijn god, maar hoe moet ik dit eruit halen? Dan kreeg je gewoon echt helemaal willekeurig woorden, weet ik veel. Dus, maar goed, ik dank jullie voor het kijken. En dit was Zelda Play 20 samen met... The Towler. En... Dutch Gamer Nation. En... Xenocreations. En Laatkomertje. Yay.